We staan hier op de oprijlaan voor de aftocht voor de Stompwijkse Paardendagen. Op de achtergrond zien we hier de fanfare, die zit alvast een beetje in te spelen. Ponies komen aan, helemaal opgepoetst, haren in de krul, manen in de krul, koetsen zijn opgepoetst. En ze zijn er eigenlijk helemaal klaar voor deze dagen. Zij gaan in ieder geval vanmiddag de aftrap geven. Wat gaan jullie spelen, jongens? Stefan? Ja, wij gaan allerlei leuke Hollandse nummertjes spelen. Hallo, hallo van Corrie van Gorp. Mooi man. Mooi man, ja. Mooi man van Manneke Korrespoor. Maar ook echte oude hits. Van Doe een stapje naar voren. Oké, en dan stoppen jullie even en dan nemen jullie het publiek mee? Natuurlijk nemen we het publiek mee, maar we weten niet precies hoe dat gaat lopen. Oké, en liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist? Absoluut. Ja, ik zie hem staan. Dat past wel een beetje toch bij deze dagen? Ik hoop het wel. Ja. Marjan, jij gaat hetzelfde spelen als Stefan, zeker als het goed is? Is wel de bedoeling, ja. Als hij aangeeft wat wij gaan doen, dan proberen we allemaal hetzelfde lied te spelen. Hey, en is hij vandaag de dirigent? Of? Ja, hij is onze muzikale leider. Okay. Met lange en korte ei. Ben jij pas lid? Want je bent zo jong. Nee, ik ben al een paar jaar lid. Hoeveel jaar dan? 6 of zo. Oh, geweldig. En is dit al je 6e keer hier op de kar? Nee, dat volgens mij niet. Wie zit er nog achter mij? Hi. Gelinde. Gelinde. Ik ben wel nieuw hier. En jij zit voor het eerst op de kar? Yes. Ik ook. Ja. En jij bent pas lid van de fanfare? Een klein jaartje. Een klein jaartje. Ja. En mag je dan gelijk al mee? Gelukkig wel. En wat maakt dat jij hier lid bent geworden? De gezelligheid. Okay. Leuke club. Ja. Adi Koos. Dag Petra. Wat gaat er allemaal gebeuren vanavond? Dag. We gaan straks met de optocht, muziek voorop. Yeah. En dan het terrein, dan zal er waarschijnlijk een parade afgenomen worden. En dan wordt er nog ringsteken. Okay. En doe je mee? Ja, uiteraard. En is dit jouw hulp? Arne, die gaat ook een keer ringsteken. Yeah. Arne, heb jij al geoefend? Nee. Ja, maar jij woont toch op dat terrein? Jij kan stiekem oefenen. Ja, dat had wel gekund. Wat voor hoedje heb je op? Dat is mijn jachthoed. En ga je ook nog jagen? Dat doe ik ook nog. Zeg, wat gaan jullie doen? Wij gaan in de optocht meerijden en ringsteken. Okay. En jullie zijn samen een koppel ringen? Ja, joh, wij zijn een gelegenheidskoppel zo. Wij zijn de fleurige dames vandaag. Nou, dat is helemaal niet aan te zien. Leuk, hè? Jullie mogen de vlag dragen? Ja, wij nemen de vlag mee van de Blesruiters. En dan is die goed vertegenwoordigd en zichtbaar in de optocht. En jullie zijn ook lid van de Menclub? Ja, wij zijn allebei lid van de Blesruiters. Sabine is rijdend lid en ik ben menlid. En tevens ook bestuurslid. Hoe heet je? Annika. Annika, hey, volgens mij ben jij de jongste vandaag, of niet? Ja. Ja? En hoe heet jouw paardje? Porsche. Porsche. Dus jij rijdt op een echte Porsche? Ja. Oh, wat een mooie naam, joh. En doe je voor het eerst mee? Ja. Vind je het nog een beetje spannend? Nee, niet echt eigenlijk. Jij doet het wel vaker? Ja. En ga je ook van de week nog meedoen? Ja. Ja? Zondag. Dan zien we je misschien wel weer. Ja. Ben jij Maxima vandaag? Nee, ik ben Linda. Linda, en wie heb je meegenomen? Ik heb Piet meegenomen, dat is de koetsier. Ja? En wij mogen vandaag de burgemeester rijden. Oh. Hey Piet, wat ziet er prachtig uit? Ja, vind je? Ja, ja, nou, we hebben maar wat verzonnen weer. Je probeert elk jaar iets anders? Nou, niet ieder jaar. We laten er wel een paar jaar tussen zitten en dan doen we weer wat leuks. Ja. Jennifer, op wie zit jij hier? Op Nasty Boy. Nasty Boy, die is van jou? En van mijn vader, ja. Heb je geoefend? Nee, dus we gaan het zien of het lukt. Maar je hebt wel vaker meegereden, toch? Wel op een andere pony, nog nooit op hem. Dus...
Worden jullie onrustig of het paard? Alleen het paard. Oké, hoe heet je? Cindy. Cindy en? Stephanie. En jullie gaan ook vast meedoen met drinksteken? Ja, dat klopt. Hebben jullie nog stiekem geoefend? Nee. Nee, 2 jaar geleden alleen. En hebben jullie toen de prijs meegenomen? Ja, zijn we 3e geworden. Heb jij het hoogste paard of niet? Dat zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Achter me is ook wel heel groot, maar hij is 1,74. Dus het zou zomaar het grootste paard kunnen zijn. Ja. En hoe heet ze? Hij heet Fandango. Fandango? Fandango. Heb ik hier te maken met Neptunus? Triton. Triton, oké. Okay. En zijn zeemermin, hè? Ja. Wat zien jullie er mooi uit? Ja. Het lijkt wel een vissenkom. Ja. Okay, maar is het wel een beetje gewend? Ja, nee. Pony die geeft eigenlijk nergens om. Alleen op de weg rijden is wat onzeker voor haar. Dus, en stilstaan. Want ja, het is van oorsprong een racepony. Dus, Oké, okay, doet hij zondag mee? Nee. Zij doet hard draven, maar dan met de ponies. Dus het is echt ponyracen, dus onder het zadel. En wat zij doet is wat ze maandag doen op de korte baan. Mijn vraag aan u is, heeft u al eens eerder de parade afgenomen? Nee, niet op de Stompwijkse Paardendagen. En dit is de eerste keer dat ik natuurlijk de Stompwijkse Paardendagen in het eerste jaar als burgemeester in Leidschendam-Voorburg meemaak. Dus een prachtig begin van een mooi weekend. En hoe was de ervaring op de Stompwijkse weg met paard en wagen? Nou, we hobbelen heerlijk het dorp in. Ik zei al tegen de voorzitter, vandaag is het nog een keer over de hobbels. En volgend jaar over een geplaveide weg. Ja. Dat gaat helemaal goed komen. Absoluut. En wat was wel apart, zo'n parade, toch? Met ze allemaal met de neusjes dezelfde kant, keurig op een rijtje. Ja, het is erg mooi om te zien. Het is natuurlijk altijd indrukwekkend met zoveel paarden. En de karren die mooi versierd zijn, ook heel divers. En een prachtige gezelschap. Ja. Mooi verkleed, hè, ook ertussen. Ja, een aantal hebben zeker hun best gedaan. Hebben we de koningin nog gezien en de koning? De eerste wagen, ja, daar hebben we de hele tijd tegen de achterkant aangekeken. Waren dat jullie chauffeur? Ja. We werden goed begeleid. Theo, heb jij er zin in dit seizoen? Ik wel, altijd. Altijd. We hebben de start is gemaakt en we hebben een prachtige week achter de rug voor het opbouwen. Dus nu gaan we ervan genieten. Ja. Nou, het weer is goed. Het weer is goed, we wachten het maar af de komende dagen. We kunnen er toch niks aan doen. Dus, Maar aan jullie zal het niet liggen als organisatie? Zeker niet. Wij hebben al ons best gedaan en ik ben ervan overtuigd dat het echt tot in de puntjes geregeld is. En dat gaat werken naar een mooi eind. Ja. Dus het komt helemaal goed. Eerst vandaag maar, weet je niet? Elke dag maar dag voor dag. Van dag tot dag.